Daar zijn we weer, de zoveelste vlog. Vandaag, filmpje. Wat komt er in het filmpje? Er komt in ieder geval weer een verhaal van migratie, van gekke oom Henk. Ik ga een stukje voorlezen. We hebben weer een leuke nieuwe opdracht voor vandaag. En ik ga eventjes wat uitleggen over de mollen- en molenregel. Daar heb ik al 2 vragen over gekregen vandaag. Dus dan behandel ik het maar gelijk hier zo. Dus ik hoop dat je er wat van hebt. Snap je het al, is het nooit erg om het nog een keertje mee te krijgen. En succes vandaag! Oké, ik heb een paar vragen gekregen over de korte klanken en de lange klanken. Oftewel de molen-mollen-regel. We beginnen met de open lettergrepen, gesloten lettergrepen. En dat noemen we ook wel de mollenregel en de molenregel. Dus we beginnen nu eventjes eerst met de molenregel. Eindigt een leen, dus de molenregel, open lettergreep, eindigt op een klinker of een combinatie van klinkers. Met een combinatie van klinkers bedoel ik dit, de i. Want je hebt de i en de e, 2 klinkers bij elkaar, is een combinatie. Dus eindigt die, als ik hem ga splitsen, dus bijvoorbeeld wie, len, dan eindigt deze hier op de i. Dus dat is een open lettergreep. Hetzelfde met boten. Dus ik die ga spitsen. Boten. Hier ook. Lezen. Lezen. Hieronder. Dus ik zie bij een open lettergreep eindigt erop 1 medeklinker. Maar als we nu gaan kijken naar de gesloten lettergrepen, oftewel de mollenregel, die verdubbelt een medeklinker na een korte klinker. Ja, wat bedoelen ze daarmee? Als ik tak heb en ik ga die meervoud van maken, takken, komt hier een tak of een k bij takken. Want als ik ga kijken, als ik hem ga splitsen, hoor ik takken. Alleen, ik mis hier iets. Want als ik dit woord niet bij elkaar zou plakken en ik zou hem lezen, dan staat er taken. Dat is een heel ander woord, een hele andere betekenis van het woord, wat we met takken bedoelen. Dus wat gebeurt er als die eindigt, en hij eindigt hier op een korte klinker, dus de A, dan komt er automatisch een K bij, of een andere medeklinker die erbij past. Dus dat verdubbelt de medeklinker die erbij hoort. Dus in dit geval bot, botten. Als ik hem ga splitsen, dan heb ik botten. Eindigt hij hier op een korte klank, dus een korte klinker. En dan komt hier een T bij dat ik botten heb. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is en zo niet, stuur me een mailtje. Succes! Yo, daar zijn we weer. Gekke oom Henk en zijn koningspoedel Kees. Goed. We gaan vandaag weer praten over migratie, maar vandaag gaan we het hebben over de zalm. Ik heb er zelf een gemaakt, ik heb hem gekopieerd, toen heb ik hem door de printer gehaald, heb ik hem op een kartonnetje gelijmd en dan met een pollepeltje heb ik hem zo gemaakt. Dus dan kan je hem thuis kan je dat ook gewoon doen. Goed, de zalm, jongens. Het verhaal heet De Laatste Reis. Tegen de stroom in naar boven. Terwijl de rivier zich stroomafwaarts langs rotsen en stroomverstellingen naar beneden stort, vechten vastberaden reizigers zich een weg in tegengestelde richting. Zalmen hebben al hun kracht nodig om tegen de stroom in te zwemmen. Bij de stroomversnelling springen ze uit het water, soms wel 2 meter hoog, om vooruit te komen. Niks lijkt hun te kunnen stoppen. De zalmen zijn op weg naar het kalme, heldere waterstroom opwaarts. Daar zal ieder vrouwtje 5000 eieren leggen op de kiezelrivierbodem.
Deze vissen hebben al honderden kilometers gereisd vanaf de Stille Oceaan. Nadat ze jaren in de Stille Oceaan hebben geleefd, keren ze terug, verlaten ze de zee en keren ze terug naar de rivieren waar ze zijn geboren. Deze reis is de laatste van hun leven. Als ze hun eieren hebben gelegd, zullen de zalmen sterven. Dan zien ze er zo uit. Nou, hier zit niet veel leven meer in, dat kan je wel zien. Niet iedere zalm komt aan op de plaats van de bestemming. Hongerige grizzlybeer. Normaal pak Kees hem altijd. Nou niet. Kom maar Kees. Huts. 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 Hongerige grizzlybeer. Kom maar. Verzamelen ze op de oevers en proberen ze uit het water te vissen. Deze grote harige jagers eten ieder jaar zalm om vet te verzamelen voor de winter. Zeearenden vliegen naar beneden om resten van de dode vissen op te eten. Niks wordt verspild. Als de eieren uitkomen, leven de jonge zalmen, het broedsel, van het kleine plankton. Heel klein in het water. Na een aantal weken zwemmen ze stroomafwaarts naar de monding van de rivier. Uiteindelijk zijn ze klaar voor hun leven in zout water. Daar blijven ze 4 jaar of langer en terwijl ze groter worden, leggen ze grote afstanden af. Tot ze op een lente zullen terugkeren naar de riviermonding waar ze zijn geboren. Hier maken ze hun laatste reis. Ze worstelen zich stroomopwaarts om eieren te leggen. Goed jongens, dat was voor vandaag. Morgen weer een migratiedingetje en misschien nog een, een leuk extraatje eraan. Iets in de vorm van een gedicht of zo. Niet naar buiten, blijf op afstand en je handen wassen. Precies, zei Perkamentus, en hij keek er ernstig aan over zijn halfronde brilletje. Dat is voldoende om elke jongen het hoofd op hol te brengen. Wereldberoemd, nog voor hij kan lopen of kan praten. Beroemd om iets wat hij zelf niet kan herinneren. Snap je niet dat het veel beter voor hem is om op te groeien waar hij niet steeds naar mee geconfronteerd wordt, totdat hij het aan kan? Professor Andeling deed haar mond open, bedacht zich, slikte het in en zei, ja, u heeft gelijk. Maar hoe moet Harry hier komen? Ze staarde naar zijn mantel, alsof ze dacht dat Harry daar misschien verborgen was. Hagrid brengt hem. Lijkt het u verstandig om zoiets belangrijk aan Hagrid toe te vertrouwen? Ik vertrouw Hagrid blindelings, zei Perkamentus. Ja, maar ik zeg niet dat hij het hart niet op de juiste plaats heeft, zei professor Handeling met tegenzin. Maar u moet toch wel toegeven dat hij vaak, onvoorzichtig is. Hij heeft vaak de neiging om... Wat is dat? Een laag rommelend geluid verbrak de stilte in de straat en het werd steeds harder. Ze keken om zich heen alsof ze ergens koplampen zagen. Het gerommel werd gebulder. Ze keken omhoog. En plotseling kwam er een enorme motorfiets uit de lucht vallen, die vlak voor hen op de straat landde. De motorfiets was dan misschien enorm, maar de bestuurder was nog veel groter. Hij was bijna 2 keer zo lang als normaal en minstens 5 keer zo breed. Hij leek gewoon veel te groot om los te mogen lopen. En bovendien was hij zo woest, zijn gezicht ging grotendeels schuil achter zijn zwarte baard en slierte zwart haar. Hij had handen als vuilnisbakdeksels en zijn voeten, die in leren laarzen waren gestoken, leken wel babydolfijntjes. Hij hield een buideltje dekentjes in een reusachtige gespierde arm vast. Hagrid, zei Perkamentus, daar ben je eindelijk. Hoe kom je aan die motor? Geleend, professor Perkamentus, zei de reus, die voorzichtig afstapte. Van Sirius Zwart. Ik heb hem, meneer. Geen problemen, hoop ik. Nee, meneer, het huis lag in puin, maar ik wist hem naar buiten te krijgen voor die dreuzels zich ermee gingen bemoeien. Hij viel in slaap toen we over Bristol vlogen. Perkamentus en Andeling bogen zich over het bundeltje en zagen een klein jongetje dat sliep als een blok. Onder dat lok pikzwart haar die over zijn voorhoofd hing, bevond zich een merkwaardige snee.
in de vorm van een bliksemschicht. Is dat waar? Fluisterde de anderling. Ja, zei Perkamentus. Dat litteken zal hij altijd houden. Kunt u daar niks aan doen, professor? Zelfs al kon ik dat, zou ik het niet doen. Littekens zijn soms heel nuttig. Ik heb er zelf ook eentje, net boven mijn linkerknie. En dat is precies de plattegrond van de Londense metro. Nou, geef hem maar aan mij, Hagrid. Hoe eerder we dit achter de rug hebben, hoe beter. Perkamentus pakte Harry aan en droeg hem naar het huis van de Duffelings. Kan ik afscheid nemen van hem, meneer? Vroeg Hagrid. Hij boog zijn enorme woeste hoofd en gaf Harry een zo te zien hele kriebelige, harige kus. Plotseling jammerde Hagrid als een geslagen hond. Sst, siste professor Anderling, je maakt de dreugels nog wakker. Sorry, snikte Hagrid, die zijn gezicht begroef in een grote gespikkelde handdoek. Maar ik ken er ook niet tegen. Lily en James dood en nu moet het arme kotertje bij een stel dreuzels gaan wonen. Ja, dat is allemaal heel triest, maar verman jezelf alsjeblieft, Hagrid. Dadelijk worden we nog betrapt, fluisterde de handeling. Die Hagrid voorzichtig op zijn arm klopte, terwijl Perkamentus over de lage tuinmuur stapte en naar de voordeur liep. Hij legde Harry op de deurmat, haalde de brief uit zijn mantel en stopte die tussen zijn Harry's dekentjes en liep terug naar de andere. Wel 1 minuut lang staarden ze gedrieën naar het bundeltje. Hagrid's schouders schokten, professor knipte driftig met haar ogen en twinkelende lichtjes die meestal in Perkamentus' ogen dansten, schenen plotseling gedoofd te zijn. Nou, zei Perkamentus uiteindelijk, dat was het dan. We hebben hier niks meer te zoeken. Laten we ook maar gaan feesten. Ja, zei Hagrid. Laat ik eerst even die motor brengen naar Sirius. Nou, trust de anderling, Perkamentus. Hagrid veegde zijn betranende ogen af met de mouw van zijn jas, hees zich in het zadel van de motorfiets en trapte op de kickstarter. De motor steeg bulderend en op en verdween in het duister. Ik zie u binnenkort weer, professor Anderling, zei Perkamentus met een knikje. Professor Anderling snoot haar neus. Perkamentus draaide zich om en liep de straat uit. Op de hoek bleef hij even staan. Hij pakte zijn zilveren uitsteker, klikte 1 keer en 12 lichtbollen schoten terug naar hun straatlantaarns, zodat de Ligusterlaan plotseling weer een zee van oranje licht was en hij een cyprusse kast aan het einde van de straat de hoek om zag glippen. Hij kon nog net het bundeltje op de stoep van nummer 4 onderscheiden. Veel geluk, Harry, mompelde hij. Een briesje ritselde in de keurige heggen van de Ligusterlaan, die stil en opgeruimd onder de inktzwarte hemel lag. Het was wel de allerlaatste straat waarbij je verbijsterende gebeurtenissen zou verwachten. Harry Potter draaide zich in zijn dekentjes om, maar werd niet wakker. Zijn kleine handje greep de brievenbeet en hij sliep verder, zonder te weten dat hij speciaal was, zonder te weten dat hij beroemd was, en zonder te weten dat hij over een paar uur gewekt zou worden door het gekrijs van mevrouw Duffeling, wanneer ze de voordeur opendeed om de lege melkflessen buiten te zetten, en zonder te weten dat hij de komende weken aan 1 stuk door gepoord en geknepen zou worden door zijn neef Dirk. Hij kon niet weten dat er op dat moment door het hele land overal mensen in het geheim bijeenkwamen, die hun glazen hieven en zacht en vol ontzag zeiden op Harry, Harry Potter, de jongen die bleef leven. Goedendag groep 7. Nou, jullie worden het wel een beetje beu, alleen maar leren, leren en leren de hele dag. Ik heb een mooie challenge voor jullie. Jullie zitten in groep 7, dus ik wil dat jullie 7 keer per dag, een stoel pakken en daarin 15 keer gaan zitten en weer staan. Zitten en weer staan. Zitten en weer staan. Dat is goed voor de bovenbenen en goed om sportief bezig te zijn. Vitaal op eigen kracht. Groetjes, John de Wolf. Two tracks.